Het is 12 oktober 1944. Venray wordt vanuit de lucht zwaar gebombardeerd. De geallieerden bestookten Venray 4 keer met tyfoons. Hun doel was de kerktoren, want daarin was een Duitse observatiepost gevestigd. Het eens zo mooie centrum lag binnen enkele minuten volledig in puin. De toren bleef echter overeind. Ik zie nog dat vlammenspel tegen de kerkmuren aan. Het geflakker, de enorme rookwolken die hier boven Venray hingen rond de toren. Een gehavende toren, uit een hoektorentje al afgeschoten was door de tyfoons. Vanwege dat die waarnemers in de toren zaten. Een kapotgeschoten huis, dat we in de kelder zaten. Dagen aan een stuk zaten we in de kelder. Dat mijn vader zeg maar brood ging halen bij de bekker. En dat dan met kleffe mik thuis kwam, omdat de bekker op moeten halen vanwege het granaatvuur met stoken. Waardoor dat het brood niet gaar was. Het Duitse leger kon niet op tegen de superieure Engelsen. Met inzet van honderden kanonnen en tanks verdreven ze de bezetter uit Venray. Op 16 oktober 1944 bliezen de Duitsers tijdens hun terugtocht de toren in zijn geheel op. Bijna alles wat eronder stond werd beschadigd of vernield. Ik mocht nog niet aan de bovenste keldertrap komen. Maar toen mocht ik de kelder uit en toen zit hij, nou kom maar eens kijken, want zo'n baan zit uw hele leven niet meer. Dat was gewoon indrukwekkend. Kort daarna, op 18 oktober, was Venray bevrijd. Maar het lijden was nog niet voorbij. Woensdag 25 oktober werden de inwoners van Venray geëvacueerd. Venray was leeg. Ik was toen, ik denk een jaar of 6, 7. En toen kregen ze een keer te huren dat wij, ik zat bij oom en opa in de kelder. En vandaar moesten wij hals over kop spullen inpakken en naar de Merseloze weg bij het ziekenhuis naartoe. En vandaar zijn we met legervoertuigen naar Stiphout geëvacueerd. Na de oorlog is de kerk hersteld. Venray heeft het echter zo'n 18 jaar zonder toren moeten doen. De klokken werden in die tijd vanuit een klokkenstoel geluid. Op de kerkhof is na de oorlog, toen de klok hergoten was, want de 12 apostelenklok is hergoten, toen die terugkwam vanuit Asten, toen heeft hij op de kerkhof gestaan. Dat is dus hier de 12 apostelenklok en de Mariaklok, de derde van beneden. En die hebben op de kerkhof gestaan en mijn vriendengroepje, waar ik dus bij was, die waren dus door de kaplan, Pater de Mietjes was dat in die tijd, gevraagd of dat wij zondagsmiddags de klok wilden luien. En dat deden we dan. Iedere zondagmiddag om 9:45 luiden wij de klok. En dan als beloning kregen wij voor de nachtmis, het luien van de nachtmis, dan mogen we voor in de kerk gaan zitten. En dan op losse stoeltjes. In 1960 startte Bouwmeij Jansen met de opbouw van de toren. Jacques Hendricks was een van de timmerlieden. De Venrayse toren was voor hem een uniek bouwwerk. We hebben diverse kerken gebouwd. We hebben ook wel links en rechts in een toren gebouwd. Maar dat waren dan vierkantige torens die gingen naar boven toe. En dan bovenaan was er een betonnen dek, oftewel een spits kepje erop. En dat was het dan, kruis erop. En hier heb je dus 25 meter, als ik het goed uit de kop heb, 25, 30 meter, heb je dus alleen maar hout. Hè? Dus complete houtconstructie die er bovenop zit, die normaal nooit gemaakt werd. En ik vroeg me af of dat nou nog wel kan. Een groot deel van de constructie is op de grond opgebouwd. Niet naast de toren, maar een stuk verderop. Omdat we dus op het lager aan zich, waar we dus zaten, op de Kemberg, hebben we geen ruimte. Want je moest toch wel ruimte hebben. Dan kunnen we zeggen, je moest een complete uitslag maken van al die spanbenen en de gordingen. En dan moest je toch wel ruimte hebben. En aangezien we dus dat bij Van der Ven op het lager gaan, dus waar we heel veel ruimte gaan, konden we dat door makkelijk aan ons zetten dus. Ja, en we gaan door gereedschap. Ja, wat we dus bij het timmervak zo
aan zich op school nooit gebruikt hebben. Wat dus, was er anders dan? Nou ja, je had van al de gebruiken, hè, dus om de zaak te schellen. Toen hadden we nog niet zo heel veel elektrisch gereedschap. Hè. Toen moesten we toch zoveel mogelijk allemaal met de hand doen. Hè. Net als die gatenboor, moesten ze een lange houten boor voor hebben, zo'n NVGR noemen we dat. En dan lange schaven en allemaal dat krijgen. En zo'n een distel. ...2012, 50 jaar. 50 jaar geleden hebben we hier staan. Kun je nou alleen dat we dit allemaal... Ja, je had toen wel een boormachientje... ...maar dat we het meeste toch allemaal handmatig moesten doen. Wat hier uniek in is, ik vind de hele constructie uniek. Als je dat ziet zo... Om dat dan zo eigenlijk van hier af aan op te bouwen naar boven. En dat je dan toch, terwijl je het op de grond gemaakt hebt, en dat je dan boven toch uitkomt op het punt waar je moet zien. En dat dat dan allemaal geklopt heeft. Ik denk dat je hier en dan nog wel nummers ziet staan, hoe dat we het genummerd hebben. Dus, want we hebben weinig gezaagd erboven. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Aan de hand van die foto, dan zie je dat we er ergens... Boven hier zitten of hier in een hugger. En dan moeten dat hele zaken weer bij elkaar trekken. Want het mogen ook niet dit gaan doen. Het was ook niet gaan torsen, hè, dus dat het ging draaien. Dus het moest wel ook goed afgestemd zijn. Meteen allemaal de schoren erin. Cor van den Heuvel, Piet van den Heuvel, Jos van Ool, Sjeng Hendricks, Sjaak Hendricks. Die haal ik er zo even uit. Want hier staat nog bij Sjeng Hendricks uitvoerder. Dat was een oom van mij. Daar hebben we de gebroeders Pluim. En Pluim en F. Pluim. Dit waren de stijgerbouwers. Die horen er ook bij, want dat waren de stijgerbouwers, de artiesten. Dat noem ik gewoon echte artiesten. Als we die niet gehad hebben, dat stijger. Goh, mijn ja, jong. Maar de stijger stond er omheen. Die stijgers, we hebben tot 105 meter opgebouwd, hè? Die spits ligt rond de 95. En we moesten hoger zijn vanwege die katrol erin te hangen om het kruis over die spits heen te krijgen. Dus we moesten dus zoveel meter naar boven en dan daarna dus het kruis over die spits laten zakken. Je ziet die constructie die dus over die punt geschoven is, waar die haan op zit, dat kun je goed zien, ja. En dat is gemaakt in de werkplaats bij Harry Kleffers, dus door hele Harry Kleffers zelf is de haan gemaakt. Bij de bouw zijn verschillende vaklieden betrokken geweest. Hubert Scheffers werkte destijds als dakdekker bij zijn vader in het bedrijf. Hij was niet de enige die aan het dak gewerkt heeft. Met een Hendrik Galoe. En dat was een hele goede leidekker, we hebben hem samen gedekt. Met twee man, ja. Weet je nog hoe lang dat je erover gedaan hebt? Drie weken. Nee, we hebben groteren gemaakt. We hebben veel groteren gemaakt. Maar ja, het waren 330 vierkante meter. En we hebben er ook gemaakt van 1000 en 2000 meter. Nee, dus dat was niet gigantisch groot. Dat is de leihamer, ja, met de spits om de gatjes erin te slaan en met door het einde om te nagelen of de haken erin te slaan. We werken ook met hout. Dit is een genageldak en je hebt ook een gehaakt dak. Op de toren in Venray zit een gehaakt dak. Dat is het houwijzer. Dat houwijzer, zo noemen we dat in het dialect, dat slaan we met den punt in de planken. Net een ding. En toch kappen we de leien op. Dat is het draagstuk. En met een leihamer kappen we hem dan op moord.
De grote kerk van Venray wordt ook wel de kathedraal van de Pil genoemd. De markante torenspits vormt het baken van Venray. Hubert en Jacques zijn nog elke dag trots op hun vakwerk. Ik heb van mijn vak gehouden. En ik was er erg trots op en ik denk, of ik weet het wel zeker, dat ik een goede leidegger was. Nou, wat doet het met mij? Ik vind dat wel mooi. Maar om nou te zeggen van, nou, het is altijd spannend dat je het meegemaakt hebt. Ja, je werd een jaar of 20, 21. En dat je dan zo'n ding moet bouwen.